Nederland zijn er zo'n 2 miljoen kinderen. Enthousiaste, leuke en slimme kinderen die mooie ideeën hebben. Ze denken soms na over hoe ze de wereld beter kunnen maken. We gaan een plan bedenken waarbij het kind centraal staat. Wat heb jij dan voor plannen? Ja, misschien kunnen we een app maken om arme kinderen te helpen. Zullen wij iets met het water doen, bijvoorbeeld dat we het schoner gaan maken? Ja, dat is een goed idee. En wij kunnen iets met geld doen. Ja, dat kunnen we ook doen, ja. Ze maken een mindmap om hun verschillende ideeën bij elkaar te brengen. En komen uiteindelijk tot een goed plan. Ja, anders wijst erop zeg maar dat we een app moeten maken. Dan kan je alles doneren, zoals geld. Eten. Zoals water, speelgoed en onderwijs. Er zijn in Nederland veel kinderen die opgroeien in liefdevolle gezinnen. Waar kinderen hun huiswerk maken en waar moeder kan komen helpen als het even niet lukt. Lukt het een beetje? Nee, niet zo. Kan mama jullie helpen? Ja mama, wil je ons alsjeblieft helpen? Waar als vader naar zijn werk thuis komt het nog gezelliger is. Nou, lieverd, zullen we maar lekker gaan eten? Hallo, papa! Kom, we gaan eten. Ik heb heerlijk gekookt. Eten! Zo, kinderen, hoe was jullie dag? We zijn naar de vriendentuin geweest. Oh, wat leuk. Bacon! Pop! En waar ze dan samen gezond eten? Leuke gezinnen dus, waarvan er vele tienduizenden in Nederland zijn. Deze kinderen zitten op goede scholen waar ze worden uitgedaagd om na te denken wat bijvoorbeeld gezond voor ze is. Of hoe ze met respect met elkaar om kunnen gaan. Goedemorgen kinderen. Gisteren hebben jullie een onderwerp bedacht voor het project van de week. Wie heeft er al wat bedacht? Gerben. Nou, ik en Joyce hebben een onderzoek bedacht over fruit. Welk fruit nou het gezondste is en wat nou kinderen eten. En als we klaar zijn, willen we daar een presentatie over doen. Carmen. Ja, Dylan en ik maken een project, ja, een soort enquête over respect. Dat is een heel goed idee, Carmen. En wat ga jij doen aan de enquête? En mijn taak is tekst te schrijven over de enquête. Dat vind ik allemaal hele goede ideeën. Aan het eind van de maand kunnen we alles tentoonstellen beneden in de hal. Er zijn ziekenhuizen waar kinderen geholpen worden als ze ziek zijn of zoals ze in dit geval tegen elkaar gebotst zijn met fietsen. Jullie zijn aan de beurt, de dokter wacht op jullie. Het is je eerste dag nu hier. We helpen iedereen in het ziekenhuis, of je nou rijk of arm bent. Hallo. Ik heb jullie kinderen van het ongeluk. Oké. Kunnen jullie me vertellen wat er precies gebeurd is? Nou, mijn kleinkind was daar aan het spelen en toen op de fiets en ze botsten toen tegen elkaar aan. Auw, dit is zo pijn. Kom maar, kom, je wordt geholpen. Voordat u begint met de behandeling, ik heb eigenlijk geen geld om dit te betalen. Maar ik ben ook maar een klein omaatje. Ik kan dit ook niet betalen. Ja, maar in dit ziekenhuis helpen we alle mensen, rijk en arm. Leuke ouders, een fijne klas, hulp als je ziek bent of pijn hebt. Alle kinderrechten lijken voor bijna 2 miljoen kinderen in Nederland prima voor elkaar te zijn. Maar er zijn ook kinderen die we niet lijken te zien. De kinderen die ook mooie plannen hebben, maar ze nooit kunnen laten zien. Kinderen die geen lieve vader en moeder hebben, die ze helpt met huiswerk en gezond voor ze kookt. Kinderen die waarschijnlijk wel op school zitten, maar eigenlijk met hun gedachten denken aan alle problemen die ze hebben. Al deze kinderen hebben ook rechten. Het enige wat ze willen is gelukkig zijn. Dat gunt u ze toch ook? Nee!